Feel the space, enjoy the space. Toen bij mij 2,5 jaar geleden de ziekte van Parkinson werd gediagnosticeerd, heb ik dat voor een tijd lang genegeerd. Ben ik vooral door gaan werken, tot het echt niet meer verder kon. En toen ben ik gaan dansen. Directeur Mark Flemmix van het danshuis Station Zuid was meteen verkocht. Hij merkte dan ook direct het effect van het dansen. Ik kan dingen met mijn handen die ik niet meer kon. Ik heb een betere balans. Dat was voor mijn gevoel alsof er een soort harnas van mij afviel. En dat was een zeer emotioneel moment. Try not to push your limit. Het zou fantastisch zijn als het ook de ziekte zou kunnen vertragen of zo, niet stabiliseren. Het idee om dansbewegingen te gebruiken als therapievorm is afkomstig uit Amerika. Tilburg heeft de primeur voor Nederland. En de verwachtingen zijn hoog gespannen. Het is mede daarom dat we graag willen dat er ook wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan. Dat het niet alleen maar de persoonlijke ervaring is en het plezier wat we eraan beleven. Maar dat we ook daadwerkelijk gaan meten wat het effect is. En dat we ook op die manier zelfs nog de methode kunnen versterken en verbeteren. Die blijheid die van die mensen uitstraalde, dat vond ik prachtig. En dat emotioneerde mij ook zeer, ja. Het is de bedoeling dat de Parkinson-dansers wekelijks gaan dansen in Tilburg. We hebben het helemaal niet meer over patiënten, we hebben het over dansers. En het gaat over plezier. En nou, ik weet wel zeker dat dit helpt. Ja. Very nice, very nice.